Nou, mijn dag ziet er als volgt uit dat ik 's ochtends om 8 uur begin met de training. Vooral werken aan mijn lijf en doe ik een goede warming-up en heel veel krachtoefeningetjes om de tension zeg maar, te krijgen in mijn lijf voor de middag. En ook doe ik goed lenigheid en balans op balk en wat vormpjes op rug. En van allerlei kleine dingetjes zeg maar, die toch elk element wel nodig hebben om het goed te kunnen uitvoeren. We hebben eigenlijk normaal gesproken 2 grote pieken op een jaar. Dat is de EK in het voorjaar en het WK in het najaar. Maar nu hebben ze het zo gedaan dat je of voor de EK mocht gaan of voor de EG. En toen heb ik de European Games dus gekozen om als piekmoment te nemen. En dit is een heel groot toernooi om als voorbereiding mee te nemen voor de WK straks in het najaar. Ik zie het zeker als een heel gaaf groot toernooi, want de deelnemers, dat zijn echt toppers. Ik ben blij dat ik daar ook bij kan zijn. Op dit moment ben ik erg goed. Ik ben altijd wat bescheiden om dat zo te roepen, maar ik ben erg blij op het moment waar ik nu sta. Qua fitheid en qua wat ik kan leveren op trainingen, maar ook op wedstrijden. En vorig jaar heb ik dus al echt een goede comeback gemaakt naar een lange blessure leed. En dat zet ik dit jaar en hopelijk volgend jaar ook net zo goed weer door. En, ik ben op dit moment sterk. Onze doelstelling is de top 8 halen. En wie weet kunnen we nog een paar plekken omhoog richting de top 5 misschien wel. Maar ik ga gewoon voor een goede wedstrijd en dan, daarna zien we wat het waard is. Ja, ik gebruik ook honing om de brug zeg maar, wat stroever te maken. Meisjes die leertjes hebben, die gebruiken dat iets minder. Maar ik turn met blote handen, zeg maar. En dan moet ik toch wel goed grip hebben. En dan gebruik ik eerst dus honing en dan doe ik er magnesium over. Natuurlijk is het mijn droom om ook een keer een plak op zo'n evenement te behalen. Dat kan je van tevoren ook niet inschatten. Ik werk gewoon elke dag aan mezelf om steeds beter te worden. En op dit moment ben ik erg goed. En dan zien we wel wat het waard is. En als het dat nog niet een gouden plak waard is, dan moet ik nog harder trainen.